Hallo, welkom bij een nieuwe beauty call. Ik ga jullie vandaag tonen hoe je deze watervalvlecht in je haar legt. Het ziet er heel moeilijk uit, maar het is echt simpel. Ik heb nog een middenscheiding in mijn haar, dus ik ga beginnen met eerst een zijscheiding te maken, want de vlecht gaat van hieruit vertrekken, zo naar opzij. Zo, en dan mag je eerst je haar eventjes goed doorkammen, zodat alles mooi plat ligt. Dan neem je die voorste lokhaar. Dat mag ongeveer deze dikte zijn. En die verdeel je in drie delen. Drie gelijke delen. En dan gaan we daar dadelijk eerst gewoon mee vlechten. Een normale vlecht zoals je gewoon bent. Zo, en als je dan een paar keer gevlochten hebt, dan gaan we beginnen met er stukjes bij te halen. De bedoeling is nu dat je met dat achterste deeltje hier in je haar, ongeveer ter hoogte van waar je zit, een lok gaat bijnemen en die meegebruikt om verder te vlechten. Dus dat haal je naar het midden en dan die voorste gaan we gewoon mee verder vlechten. En dan mag je nog eens overslaan en gewoon normaal verder vlechten. En dan als we hier zitten, dan mag je een eerste lok langs voor loslaten. En dat gaan we om zoveel tijd doen, waardoor dat je dan van die losse lokjes krijgt en dat geeft eigenlijk dat watervaleffect. En dat wissel je af. Dus achteraan terug een lok bijnemen, mee verder vlechten. Vlecht je één keer verder en dan laat je die middenste opnieuw loshangen. Neem je daar een nieuwe bij. En als je dun haar hebt, ga je dan natuurlijk niet zo heel veel kunnen doen voordat je aan het einde bent, zoals bij mij. Ik heb eigenlijk maar drie loshangende lokjes. Als je dikker haar hebt of meer haar hebt, dan kan je er waarschijnlijk wel ietsje meer doen. Maar dit is eigenlijk al genoeg om een effect te krijgen. En dan, als je ongeveer achteraan bent, dan mag je dat gewoon vaststeken met een schuifspeldje. Zorg dat die lokjes mooi loshangen. Je kan daar dan achteraan je haar nog een beetje, de losse haren nog wat over dat schuifspeldje hangen, zodat je dat niet zo goed ziet zitten. En dan kan je kiezen ofwel laat je je haar gewoon los, of anders kan je er nog iets leuks mee doen. Je kan het achteraan in een lage staart doen eventueel, of er nog een dotje van maken. Maar het makkelijkste is natuurlijk dat je het gewoon loslaat. Voor mij is het ideale zomerkapsel, want je haar is uit je gezicht. En als je een beetje zweet of je hebt het te warm of je kan je haar niet verdragen, je hebt soms van die dagen, dan is dit wel het ideale kapsel. En het ziet er super mooi uit.